Oh mijn god, ik zie hem daar. Oh mijn god, yes! Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe minigame. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben vandaag alleen. Yay! Dat betekent we even gezellig 1-op-1 met jullie allemaal praten. Dat vind ik af en toe even leuk, even updaten. Voor de mensen die het niet weten... Voor de mensen die het niet weten, daar zat TNT in, daar helemaal onder. Dus die is daar nu achter gekomen. Maar voor de andere mensen, wat ik eigenlijk wilde zeggen die het niet weten... Gisteren was... De DHD livestream. En op die livestream waren heel erg veel DHD'ers. Vandaar ook de DHD livestream. En eigenlijk iedereen waarmee ik opneem, die was daar een beetje. Dus ik zat vandaag te vragen van... Yo, heb je zin om op te nemen? Nee, ik ben 24 uur wakker gebleven. Ik kan echt niet, man. Ik ben helemaal kapot. Oké, en dat ging eigenlijk bij iedereen zo. Dus dat was een beetje... Snel heen. Snel. Oké, pakken. Hij heeft het niet door. Ik pak jou. Oh, yes. Macaroni met kaas is super lekker en heeft niks te maken hiermee. Maar toch wilde ik het jullie melden. Doe trouwens alvast een blauw duimpje omhoog dat ik deze aflevering alleen doe. Ik heb het wel vaker complimenten gekregen dat jullie dat ook gewoon heel erg leuk vinden. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik ga jullie wel even wat updates geven. Er werd namelijk aardig vaker mij gevraagd. Yo, Enzo. De survival, Minecraft Survival 1.9 kompas in januari, februari van 2016. Ga je daar serieus op wachten? En dat was eigenlijk wel de bedoeling, maar het is eigenlijk toch ook wel weer fair. Dus, nu had ik zoiets van, ik ga even overleggen met jullie en ik ga even kijken of het mogelijk is om misschien de survival eerder te beginnen. Maar... Ik ga er gewoon YOLO mode heen. Het maakt me echt helemaal niks uit. Hoppakee, jij bent dood. Zo, haalt toch helemaal niks. En ik dacht, ik heb een zwaard, dus dat red ik wel. Nou, en ik heb groot gelijk. Dus nu ben ik even aan het kijken of ik dat eerder kan starten. Oké, die man heeft geen idee dat ik hier waarschijnlijk aankom. Dus ik ga heel even weer iemand killen. Oké, dit is echt veel te makkelijk. What the fuck? anyways. Nu is het dus even de vraag of ik een Minecraft Survival kan starten. En van 1.8, zeg maar. En dan op een gegeven moment over kan stappen naar 1.9. Ik weet niet helemaal hoe dat zit, hoe dat werkt. Voor de mensen die het wel weten, laat het gewoon weten in de reacties. Voor de mensen die vragen hebben of andere dingen willen weten, drop het gewoon. Ik ga binnenkort allemaal vragen van jullie... beantwoorden en op reageren in de minigame die ik nu aan het doen ben bijvoorbeeld. Even kijken, ik ga via hier ga ik wel even daarheen. Ik ben alleen maar van eiland aan het switchen. Misschien heeft hij iets om te gooien. Nee, die heeft wel lava. Ik heb gelukkig nog wat lekkere eten. Oh, hij heeft ook een boog. Oké, dat is goed om te weten. Even kijken, ik heb ook een boog en ik heb 12 pijlen. Dat is best wel veel eigenlijk. En er zijn nog 2 andere mensen over. Even kijken, hoe ga ik dit aanpakken, dames en heren? Ik heb heel veel blokken nodig, maar ik heb geen goede... Oh, ik heb wel een goede pickaxe. Nice. Oh, dan kan ik ook gewoon diamonds hakken. Nice. En dat kon ik eigenlijk ook op dat andere eiland doen. Maar ja, fuck it. Weet je wat? Ik wil er gewoon zo snel mogelijk heen. Dus wij gaan even weer via hier. Ja, je zit jouw boog te pakken. Ik zie dat toch wel, jongen. Hier, ik zie dat wel. 1, 2, oh. Ja, ik zie dat wel. Hop, zo. Oh, hey. Hier, net elke keer op tijd. Bouw nou ook naar mij toe. Je wilt toch winnen? Je wilt toch vechten? Bibalen. Hoe je ook heet. Zo, ik ga gewoon iron hakken. Ga ik dat gewoon gebruiken. Maar ja, ik zou zeggen dus, laat het vooral weten in de reacties. En dan ga ik even uitvogelen hoe dat precies zit. Misschien is het namelijk wel leuk. Dit is een idee wat mij in één keer nu te binnen schiet. Om de survival te beginnen precies op 1 januari. Is dat leuk? Ik heb geen idee. Laat het mij weten. Ik wil deze gast echt even killen, maar hij doet echt heel erg vervelend. Dus wat gaan wij doen? We gaan een muurtje maken. Kijk. Dit is een muurtje. En dat muurtje is hartstikke leuk. Die is heel erg handig ook. Zo. Wat zit jij nou te doen? Jij schiet op mij. Ik kan ook schieten op jou, hè? Hier, jongen.
Ja, hij gaat bijna dood, hè? Ik ga ook bijna dood, maar ik weet dat hij ook bijna dood gaat. Oh shit, ik heb geen pijlen meer. Oh shit, oh shit. Snel! Ah, help! Man, 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 wat ben jij een verschrikkelijke camper, jongen. Maar ja, maakt niet uit. We gaan jou gewoon pakken. We gaan je gewoon pakken. Pakken, 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 pakken! Hij schrok wel even, geloof ik. Oh shit! Oh shit, er zit hier iemand! Oh! Holy shit! Oh, oh, oh! En nu ga ik hem pakken, jongen, want nu ben ik toch bezig. Hoppa! Oh! In één keer twee mensen in 5 seconden. Boom! Knolpower. Heerlijk was deze. Echt heerlijk. Deze map ziet er echt heel erg uit als de kerstboom van D. Echt allemaal verschillende kleuren. En hebben jullie ook zo zin in kerst als ik? Ik heb er super veel zin in. En ook vooral gewoon in het nieuwe jaar. En ik ben heel erg benieuwd wat je... Oh my god. No freaking way. No freaking way. It's overpowered chest. Oh, oh, ik heb een enderpearl. Hey, enderpearl. Oelala. Oké, daar gaan we wat leuks mee doen, dames en heren. Punch heb ik. Die zet ik op 3. Even kijken. Deze, ik heb al een goede helm. Dus dan leg ik deze allemaal weg. Ik moet heel even focussen op het sorteren. Nou, deze hebben eigenlijk geen nut. Want we hebben toch al alles overpowered en enchanted. Deze hebben we dus ook niet meer nodig. Oh, er, zijn nu, oh, er is nu al iemand op mij aan het schieten. Nee, dankjewel. Heel erg lief. Kijken, deze weg. Ik ga ook gewoon op jou schieten, hoor. Hier, jongen. Bam! Hier, vlieg maar lekker weg. Waar de fuck je ook heen wil. Even kijken, wat kan ik nog meer... wow! Sharpness 5. Holy shit, die is echt ziek goed. Deze ook goed. Deze ook handig. Stop nou met schieten. Het is super irritant. Het is niet leuk, oké? Even kijken, ik ga stiekem dan nu in één keer zo... Tenminste, dat was de bedoeling, maar dat lukt niet helemaal. Zou ik gewoon naar hem toe enderpullen? Zou ik dat gewoon doen? Ik weet het niet, dan ben ik wel meteen die enderpul. Ik doe het gewoon, fuck it. Hallo, 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 hallo. En nu met de boog. Doei. Zo'n boog met punch 3 is echt fucking overpowered. Dat is echt verschrikkelijk, mensen. Dat is echt niet normaal. Holy shit. Oh, een powerboog 2. Dat is ook wel handig om te hebben. Oh, die wil ik ook nog houden. Oké, nice. Nou, dan moet ik nu even de rest nog killen. Dat gaat wel fucking moeilijk worden, want ik heb geen enderpearl meer. Die heb ik gewoon niet echt verspild, want ik heb er wel een kill mee. Maar alsnog, het is zo lastig. Waarom had ik niet meer enderpearls? Enderpearls. Of misschien had ik hem moeten killen met mijn zwaard. Dan kon die enderpearls droppen. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is, laat allemaal weten in de reacties waarom jullie kerst zo leuk vinden. Of waarom jullie kerst niet leuk vinden. Dan ga ik dat meenemen in een van de volgende minigames. Ik ben namelijk heel erg benieuwd. En dan ga ik ook vragen aan alle gasten die met me meedoen in de minigame afleveringen. Wat hun nou zo leuk vinden aan kerst of juist niet. Kijk, ik kan niet bedenken waarom je kerst niet leuk vindt. Maar misschien, als ik jullie reacties heb gelezen, voor de mensen die het niet leuk vinden, heb ik zoiets van, ik kan ook wel op zich begrijpen waarom jij kerst niet zo heel erg leuk vindt. Bijvoorbeeld, op kerstdag is een familielid overleden. Dat is natuurlijk... Yes! Holy shit! Oh ja! Met opletten kom je heel erg ver in deze game. Gewoon opletten waar mensen zijn. En als je dan ook nog eens 2 keer achter elkaar gewoon raakt, nou, dan heb je het bijna gemaakt. Oh, er leven helemaal niet zo heel veel mensen meer. Ik heb niemand gezien hier in de buurt, dus ik ga gewoon lekker hierheen. Hopsakee. Oh, pijlen. Yeah. Spullen. Yeah. 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 Wow, dat klinkt episch. Yeah. 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 Yeah! Yeah! Oké, voor mensen die hem op groot geluid hebben en iemand om jullie heen kijkt van, what the fuck kijk jij? Yeah! Zeg maar, yeah! Oké, ik hou op. Even kijken, hoe gaan we dit nu verder aanpakken? Er zijn nog 4 andere spelers in super overpowered armor en shit. En wij moeten het maar gewoon een beetje zien te fixen. Met al deze bottles kan ik trouwens wel level 30 worden. Dat is even goed om te weten. Ik heb superveel bloks, dus ik kan overal heen bouwen. Maar ik ben bang dat als één iemand mij 1 keer raakt, dat ik gewoon KO ben. Maar ik ga alsnog naar het midden. Ik zie daar mensen. Oh, die zijn aan het battelen daar, geloof ik. Ja, die zijn daar aan het battelen, geloof ik. Oh, oh, waar? Oh, daarboven. Oh, die zijn aan het teamen. Nee.
Holy shit, die zijn gewoon aan het teamen. Oh, ik hit hem. Holy shit, heb ik hem eraf geschoten? Nee, dat kan niet, hè. Oh my god. Hoe moet ik hier nog ooit nog wegkomen? Oh, dit maakt het al zoveel moeilijker. Ik heb geen teamgenoot. No. Oh, thanks voor alle pijlen trouwens. Echt super chill. Ik raap ze elke keer op. Thanks. Al die pijlen, thanks. Thank you. Oh, ik heb er echt veel. Dank je. Ze raken ook gewoon niks. Dat is het mooie. Oké, ik ga wel alsnog naar het midden bouwen. Hij zit nu even niet op mij te schieten. Dus dat scheelt. Misschien nu wel weer. Oh. Hij gaat nu wel weer... Ja, hij gaat wel weer op mij schieten. Dus jongen, laat me nou met rust. Laat me nou naar je toe komen. Wat is dit eigenlijk? Ik denk al, waarom zit er zo'n carpet op? Thanks voor de pijlen. Oké, even kijken. We gaan er gewoon voor. Ja, oké. Af en toe wel even omkijken. Af en toe. Waar zijn ze nou heen? Oh, die is daar gewoon... Hebben we dat weer? Ook weer zo'n camper die een fort gaat maken. Mensen moeten leren rushen. Gewoon gaan met die handel. Gaan met die handel. Actie, actie. Dat is iets wat leuk is, mijn kinderen. Hops, oké. Gewoon naar het midden. Ah, ziek idee. Daar zijn we. Ga ik hier wel even een muurtje maken. Want die anders dan schiet ze mij in één keer eraf. Zo. Oh, mooi. Ik had eigenlijk gehoopt dat er een enderpearl in zou zitten. Want dat is iets wat ik dus echt nodig heb. Maar helaas. Wat gaan we dan nu best doen? Als ze mij nu namelijk één keer raken met punch. Dan ben ik gewoon de lul. Oh shit. Ik heb mezelf nu een beetje moeilijk gemaakt. Ik maak een dak. Ik maak een huis. Ik maak een huis. Een huis. Oh, zijn hun ook met z'n twee of zo? Team hun ook of zo? Is die... Oh, hier is nog een chest. Oh man, waarom weer geen enderpearl? Kom op nou. Kom op nou. Oh man, dit wordt zo moeilijk. Er zijn vier mensen over en dat zijn twee teams. Fuck die duck. Hier, fuck jou jongen. En fuck jou ook. Oh man. Hoe moet ik dit nou doen? We gaan die ook nog op mij schieten, of niet? Oh nee, dat doen ze niet. Ja, en ze hebben natuurlijk ook ziek veel pijlen, net als ik. Jongen, nou dan ga ik maar even chocomel drinken. Volgens mij is die van gisteren. Smaakt niet helemaal goed meer. Oké, wat ga ik doen? Een plan. Dit is mijn plan. Ik maak een muur, zodat ik niet eraf kan vallen. Oké? Dat is even goed, denk ik. En dan, vervolgens, maak ik hier een opstapje, zodat ik de muur steeds hoger kan maken. Op een gegeven moment zul je zien dat ze op mij gaan schieten. Maar nu kan ik in ieder geval... Kijk, en nu val ik er niet af. Oh, er is iemand. Ik neem deze in. Oh, nee. Dat was eigenlijk ook een beetje een soort van onmogelijk gewoon om tegen twee teams te winnen. Ook al is het me wel een keertje eerder gelukt. Maar helaas, dan gaan we nu nog maar de laatste game doen. En dit is in de map Snake, zoals jullie waarschijnlijk wel kunnen zien. Ik ga helemaal naar beneden. Opsakee, ik ga meteen voor deze chest waar gewoon haast niks in zit. Even kijken, deze aandoen. Ik ken deze map echt heel erg slecht. Maar ik kom hier een chest tegen. En er zitten superveel bloks in. En er zit dit in. Yes. Girl. Yes. Weet je wat ik gewoon ga doen? Hey. Check dit. Hallo. Lekker hoor. En dan ga ik met deze weghalen. Hopsakee. Oh, een dikke pickaxe, jongen. Moet je nou eens even kijken. En een betere dit, en een betere dat, en een betere zo. Pakken we lapis lazuli ook even op. Zo, en dan gaan we nu naar deze piepo. Oh. Ging bijna een beetje te enthousiast. Een beetje te ver. Oké, gaan we. We gaan gewoon, oké? Oh nee, ga jij dat doen? Nee, dat is sportief hoor! Jongen. Even kijken, ik heb dit nog die ik aan kan doen. Ik kan deze omruilen. Wat nog meer? Verder niet zoveel eigenlijk. Volgens mij heeft deze wel lef en gaat hij wel naar mij toe. Ondertussen. Even kijken. Ik ga even hier omhoog. Oh shit. Zo, weg. Oh, hij is hier. Hallo.
Nou, dat was niet zo. Oh, oh, nog één. Hallo! Hallo, hallo! Hahaha! Yes, een boog. Hij had een boog bij zich. Oké, dit had ik echt even nodig. Dit is nice. Ze gaan ook met z'n allen in één keer weer op mij, hè? Lijkt het wel. Even kijken, deze. En hier is mijn boog. Ik heb die pijlen hier. Hier extra bloks. Hier extra bloks. Deze heb ik niet nodig. Altijd zo handig om alles even te sorteren. Zo, dit is wel handig. Oké, dan gaan we nu maar eens naar het midden, denk ik. Ja, zodat? Ja, dat gaan wij gewoon doen. Oké, want die gaat mij toch niet schieten. Die gaat mij toch niet schieten. Denk ik, hoop ik. Oh, ik ben er al. Oh, shit, nice. Oh, ik zie daar iemand. Oké, ik moet wel een beetje items gaan fixen nu, denk ik. Hops, oké. Ik denk dat ik gewoon naar het midden ga. Ja, dat is mijn missie. Naar het midden. Naar het midden. Naar het midden. Kom op, Enzo. You can do it. You can do it. Oh, yes, yes. Nice, nice. I'm here. I'm over here. I'm over here. Woo! I'm in the middle. Holy shit. Super nice. Woppakee. Kijk eens aan. Gewoon shit items hier zo. Yay. Het zijn nog niet de items waarvan je denkt... Wee! Daarvoor ging ik helemaal naar het midden. Maar oké, het is in ieder geval iets. Even kijken. Misschien kom ik toch nog iets goeds tegen. Gewoon helemaal niks, hè. Geen apple of wat dan ook. Geen goede apple bedoel ik dan. Nou ja, ik heb wel superveel van dit. Misschien moet ik dat maar eens gaan gebruiken. Kan ik hier ergens enchanten of zo? Dat kan meestal toch in het midden. Zo, hebben we dat ook weer gedaan. Dan moet ik nu even oppassen wat ik ga doen. Oh. Ik ga hier gewoon helemaal naar boven. En nu heb ik heel veel pijlen om mee te knallen. Even kijken. Ik zie daar iemand. Ja. En oh. Ik wil eerst even weten wie iedereen is. Daar is één iemand. Daar is één iemand. En waar nog meer? Ik zie ze verder niet. Ik zie verder niemand. Oh, ze zijn er met z'n tweeën. Oh, dat is weer een beetje vervelend. Want ik ben in mijn eentje. Maar we gaan dit gewoon winnen. Dat gaan we doen. Ik denk dat ik eerst naar die kerel in zijn eentje ga. Was die daar nou? Of waar is hij heen gegaan? Oh, hij is daar. Ja, ik denk dat ik eerst daarheen ga. Want dan is het gewoon 1 vs 1, weet je wel. Maar dan weet ik nu wel waar iedereen is. Want het is dus één team. Tegen, zeg maar, ik en die anderen. Zo. Gaan we hierop. Oh, 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 er zit iemand op mij te schieten. Vanaf waar is dat? Vanaf waar is dat? Oh, vanaf daar. Oh, holy shit, holy shit. Oh, wil je teamen? Minion. Team? Hun zijn ook team. Dan gaan we hun pakken. Oké, kom. Juist, ik heb een teammate gefixt. Nu is het 2 tegen 2. Ik ga mee helpen bouwen. Hopsa, oké. Kom naar het midden, bro. Kom naar het midden, bro. Yo, 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 yo. Come, man. We are going to do this together. Hoppakee. Yo, 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 yo. Ja, je hoeft je items niet uit te doen. Ik geloof je helemaal. Ik vertrouw je. Kom. We pakken ze. Hoppakee. Hier, wil je wat hebben? Even kijken. Wil je armor of zo? Of een boog? Of dit? Ik heb geen idee of je iets wil hebben. Ik gooi gewoon allemaal troep naar je toe. Oké, let's go. Kom, dude. Woehoe. Hopsakee, daar gaan we. Hoppakee, hier omhoog. Hartstikke idee. Dit even afmaken voor de zekerheid. Zo, ik denk dat hun eerlijk gezegd naar het midden aan het bouwen zijn. Ik zou niet weten... Oh, wat... Ze staan daar... Wat zijn ze in al die tijd aan het doen? Gewoon serieus daar staan? Like, for real? Dat is toch echt super lame? Of ligt het nou aan mij? Ja, dan gaan wij wel... Oh nee, gaat hij schieten met een boog. Oh nee, oh nee. Oh, ik heb geen bloks meer. Oh, dit is wel een beetje naar. Oh, ik heb gelukkig mijn zaag nog. Win! 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 Hopsakee. Dat is wel echt super nice dat ik deze zaag nog heb. Anders was ik wel een beetje te lul, eerlijk gezegd. Zo. Oh, wat? Hij geeft me allemaal armor. Oh, what the fuck? Oh, nee! Minion was killed. Oh, mijn god. Hij is gewoon dood. Hij gaf me zijn armor en nu is hij dood. Oh, nee. Oh, wat een kerel. Heb ik hem helemaal opgehaald en alles? Is hij gewoon dood? Are you going to camp all day over there? Blijven jullie de hele dag daar al? Oké, ik denk doe het in het Engels en Nederlands. Niet iedereen die altijd in deze surf zit is Nederlands namelijk. Maar ja, weet je wat? Ik ga gewoon naar hen toe. Ik heb scheid. Ik heb geen zin om te wachten. Ik heb geen zin om te campen.
Ze reageren ook gewoon met ja, waarschijnlijk wel. Oh nee, dat reageren ze niet. Oké, even kijken. Ik ga gewoon op deze manier zo. Zo. Oké, wat zijn hun nu aan het doen? Even dit een beetje groter maken. Oké, eentje is naar boven gegaan. Die is daar. En die andere is nog beneden. Oh, die gaat schieten. Oké. Ah, die andere is daar zo. Hallo. Oh man. Dit wordt zo lastig. Dit wordt echt lastig. Oh lol, ik kan gewoon hierheen. Oké, hij gaat proberen op mij te schieten. Ik heb al best wel ver gebouwd. Ja, gaat lekker. Oh, heb ik nou geen eten meer? Oh, scheisse, ik heb geen eten meer. Oh, volle concentratie, dames en heren. Volle concentratie, volle concentratie. Ik wil hem kapot maken. Kom op. Maak hem stuk. Maak hem stuk. Oh man, gaat hij daar een beetje achter zitten. Ja, en die krijg ik natuurlijk net niet. Oh man. Waar is die andere gebleven? Oh mijn god, ik zie hem daar. Oh mijn god, yes! Lekker! Hoppakee, eentje is weg. Oh nee, allemaal vlogcamera's. Die heb ik. Ik heb er genoeg camera's. Je hoeft mij geen camera's te geven. Oké, eventjes kijken. Gaan we hier wat weghakken? Dit hebben wij namelijk nodig. Nu ga ik een tactiek doen, dames en heren. Wordt sick, jongen. Holy shit. We gaan gewoon proberen boven hem te komen. En dan gaan we gewoon die hele bucket of lava over hem heen dieven. Ja, sorry hoor, maar ik word even een beetje gek van die campers hoor. Holy shit. Is hij nog wat aan het doen? Kan je nog wat gooien of niet? Nee, hij kan volgens mij niks meer gooien. Dus dan gaan we gewoon deze tactiek aanpassen. Alsjeblieft, lava. Oh, ga je wegrennen? Dan ga ik jou pakken, jongen. Oh, ik heb... Oh. Maar toch niet helemaal. Ja, nu wordt het toch wel weer een beetje lastig. Oké, ik heb meer bloks nodig. Ik wist niet dat hij weg kon rennen. Ik had dat bruggetje niet gezien. Helaas. Maar gaat goed komen, hoor. Gaat goed komen. Als het campers zijn, dan wil ik ze extra graag killen. Extra graag. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon weer terug. Zo. Uah. Dan ga ik hier gewoon wat extra pakken. En dan extra bedoel ik ook echt veel gewoon. Allemaal dezelfde kleur een beetje. Oh, holy shit. Holy shit, dat scheelt niet veel. Gelukkig hou ik altijd standaard shift in. Dat scheelt wel. Oké, hij had dus niks meer om te gooien. Dat is even heel goed om te weten. Dus, wat gaan we doen? We gaan gewoon tak. Oh, hij heeft alleen een fishing rod. Maar daar schiet hij niks mee op. Hop. Ga jij nu weer wegrennen? Wat ga jij doen? Alsjeblieft. Doei! Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Hopelijk vonden jullie hem tof. Morgen ben ik weer met een gloednieuwe gast. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En tot dan! Peace!